Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman. Welkom in een nieuwe en vooral speciale aflevering van Studio Vlaanderen. Speciaal omdat we met onze gast terugblikken op 2023. Speciaal ook omwille van deze boom. Speciaal ook omwille van onze speciale gast. Uh, hij komt dan wel niet uit het hoge noorden, maar wel uit het noorden van Antwerpen. Hij is geboren in Genk, hij is vader van vier, grootvader van zes, van opleiding informaticus. Inderdaad, onze gast is minister-president Jan Jan Bon. Welkom in onze studio. Goedendag, plezier. Uh, ja, u bent, uh, ik zit zo net, uh, vader van zes kleinkinderen. Hoe spreken zij u aan? Wat is uw titel? Opie. Opie? <laughs> ja, is een beetje verdoezelen wat eigenlijk. Van de de Je zei tenslotte bompa of opa, maar... Opi klinkt dan wat toch een beetje verdoezelend. Ja, ja het, 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 het klinkt wel charmant natuurlijk. Ja. Ja. Ik had hier onlangs ook Filip Muiters en Johan van Overveld ja. uh, te gast. Dat zijn ook heel fiere grootvaders. Uh, ja. uh, het mandaat van opa, dat doet toch iets met een mens? Ja, dat is geen mandaat. Een <laughs> mandaat is altijd tijdelijk. Opi, dat ben je voor de rest van je leven. En dat is... Uh, met, met, al die clichés die men op voorhand zegt, uh -huh. voordat je opa of grootvader wordt, uh -huh die zijn eigenlijk al allemaal waar, dat ja. is uh, ongelooflijk, ik herinner mij de eerste keer als ik dan mijn eerste kleinkind, Felix, ja. in mijn armen had, dat is, ja, dat is een heel speciaal moment. Ja. Echt, alle clichés die op voorhand gezegd worden, zeiden: je oh, ja, ja, voor mij zal het zo wel niet zijn, het is wel zo. Ja, mooi dat de clichés soms toch nog lopen ja, Maakt dat ook dat u uh, een, misschien nog meer dan vroeger uitkijkt naar de kerstdagen, naar de feestdagen? Ja, de Kerstdagen zijn per definitie zou ik bijna zeggen bij uitstek familie, familiedagen ja. en ja met ons heel druk bestaan uh -huh. moet ik eerlijk zeggen dat dat uh, soms toch knaagt dat je ja. wat te weinig tijd voor de kinderen, de kleinkinderen hebt en met Kerstmis is gelukkig de periode dat je dat uh, een beetje kunt kunt ja. goed maken. Zijn die dan ook heilig, die dagen? Ja, ja, dat. Uh, dat uh, er moet al toch heel veel gebeuren. Ik ben al heel vaak uit vakantie moeten terugkomen. Heel vaak ja. minder belangrijke feestdagen, verjaardagen en ja, zo moeten moet skippen. Uh, skippen. Ja. Maar gelukkig, en dat is denk ik een beetje verspreid onder alles en iedereen, kerstmis ja. is uh, ja. toch iets waar je... Het moet al heel erg zijn als, als we dat zouden moeten laten, ja. moeten laten schieten. En hoe ziet de kerstavond of kerstdag eruit bij familie Ja, familiefeest. En Kerstavond, de 24e, hmm. dan kom uh, ik. Ben, uh, we zijn een nieuw samengesteld gezin, dan hmm. komen de kinderen van Anne. Ja. En de dag daarna komen mijn kinderen. Ja. Dat is altijd een dubbelfeest. beetje. Dubbelfeest. Ja. ja, dubbelfeest. Dat is altijd een beetje puzzelen. En dan de tweede kerstdag uh, ga ik naar mijn mama, die ja. een paar maanden weduwe is nu. En, uh, ja, dus we, we hebben dat ook goed verdeeld, de kerstdagen, dat ze daar zeker uh, ja. goed omringd is tijdens de kerstdagen. Dus het is al, al familie wat de klok slaat. Ja, uh, je zegt hetzelfde, je gaat naar je, je mama, je bent geboren in, in Genk. Genk. Um, waren de uh, kerstfeesten in Genk anders dan die in het Antwerpse? Zijn er regionale verschillen? Nee, nee, ja. dat, nee, nee, dat, nee dat is eigenlijk een beetje, toch ja. een beetje hetzelfde. Ja. Rond de kerstboom, pakjes, ja. lekker eten, lekker drinken. Ja. Dat is tamelijk universeel, denk ik, in ja. Vlaanderen. Spreek je trouwens met je mama Genks? Nee, wij waren, mijn ja. ouders zijn eigenlijk Maaskanters. Uh -huh. uh, Dilsen en Mazaik. Dus uh -huh. dat is dat mo hele mooie dialect van ja. ich, megen dich. Ja. Uh, waar je tot in Keulen, Aken uh, ja. mee terecht kunt. Uh, dus zij spraken dat onder elkaar, maar met ons spraken ze AN. Ja. Dus ik uh, kan dat dialect wel wat nabootsen. Uh -huh. En in Antwerpen denken ze dan dat je ja. goed, goed Limburgs kunt spreken. Ja. Limburgs wat trouwens niet bestaat. Nee, je hebt Maaskans, Centraal. Ja. Ja. Gaat... Maar dan denken ze dat je dat wel goed spreekt, totdat je ja. datzelfde toepast in Limburg en dan zeggen ze, ja. ja, je kent er niks van. Ja, je bent het verleefd misschien. Ja. We zijn nu begonnen aan de laatste dagen van 2023. Tijd om even uh, terug te kijken. Ik ja. heb enkele uh, data geselecteerd ja. om eens met jou te overlopen. Uh, ik begin bij 1 januari 2023. Enig idee welk programma op onze vaderlandse tv toen in première ging? Absoluut, absoluut. Het meest vergruisde programma op voorhand. Ja. Het verhaal van Vlaanderen, dat was. Mm. De NVA ging de geschiedenis schrijven. en, ja. en, en we gingen de, Het ging niet het verhaal van Vlaanderen zijn, maar het ging het Vlaams Nationaal Verhaal van Vlaanderen zijn. En weet ik veel allemaal welke verzuurde kritieken op voorhand. Ja, en de ja, kritiek stond op voorhand. Oh, het was, zonder dat men al zelfs iets gefilmd had en, en ja. toestanden was het al uh, niet te overzien. En dan zie je de reactie van de Vlamingen is zo fantastisch. Ja. Nooit eerder gezien de kijkcijfers voor dit type van programma, ja. zowel rechtstreeks als dan in uitgesteld relais, ja. uh, en dat de tien weken aan een stuk. Ja. Uh, dus dat was fantastisch. Ik denk dat het ook een serie was die goed gemaakt was, die in het onderwijs ja. nog kan gebruikt worden en, en die ook gebruikt wordt in het onderwijs. Uh, op vrijwillige basis, vooral voor ja. alle duidelijke. He. Maar het beste antwoord was de kijkcijfers. Ja, ja. Dus Vlamingen smullen daarvan, zien dat graag als dat goed gemaakt is. Ook de webstack die ermee gepaard ging, daar stond nog veel meer bijkomende informatie in. Ik zal ja. zeggen over de wapens van de gulden spoorslag, die stonden daar in dit, die staan ja. in ja. detail beschreven. Dus men kon zeer diep gaan ja. in de dingen. En ja, de reacties waren, waren fantastisch. Dus uh, die verzuurde. Ja. Die verzuurde knutteraars die, ja. die, die, die hebben op hun kind kunnen kloppen. Hè. Ja, en hetzelfde gebeurde met kanon, de kanon van Identiek. Vlaanderen in, in, in mei. Hè, ook een eigenlijk, uh, dat is dan geen kijkcijfersucces, maar wel een verkoopsucces. Een, een verkoopsucces. Ja. Uh, waarom was het zo belangrijk om op om, om die twee dingen in te zetten vanuit de Vlaamse regering? Ja, we hebben gezegd met de Vlaamse regering moeten we ook aan natiebuilding doen, aan, mm. aan, aan, aan identiteitsvorming. Ja. De Vlaming heeft het al dikwijls moeilijk met zijn identiteit. Ja. Uh, een schot, een, ja. een Nederlander, een Catalaan, daar kun je... Dadelijk dingen van zeggen. Ja? Bij een Vlaming ligt dat allemaal toch wel moeilijker. We hebben ja. geen kilt, we hebben geen, uh, nee, geen, nog geen <laughs> whisky en van die toestanden. Maar, maar dus die natiebouw, ja. uh, die identiteit, dat is toch belangrijk. Uh -huh. En daarvoor moet je een stuk ja, geschiedenis en vierheid en, ja. en, en, en meegeven. En dat is met het verhaal van Vlaanderen bijzonder goed gelukt. Ja. Met de Kanon ook. Keerder toen we de in het regeerakkoord durfde schrijven dat ja. we een kanon uitbraken, in Nederland bestond dat al uh, ja. vijf jaar of uh, vijf jaar denk ik, uh, en toen dat in het, het het kot was te klein historisch, ja. universiteiten die zeggen wij gaan er niet aan meewerken ja. we, allez, a priori ja. al uh, dus dat was mm. nog, natuurlijk mm. nog geen letter nog geen opdracht gegeven ja. of niks, gewoon gezegd we gaan een kanon ja. maken en dus dat is er uiteindelijk toch gekomen ik denk dat Ben schitterend werk gedaan heeft met de samenstelling ja. van echt een, uh, een objectieve pluralistische ja. Commissie en die hebben heel goed werk gedaan. Ja. Die kanon is er gekomen. Buiten enkele echt verzuurde enkelingen is de ja. kritiek ook ineengestort. Ineen ja. En de verkoopcijfers, het staat nog altijd in de top 10 van non-fictie. Ja. Dus Ik vermoed is, dat u, u bent zelf ook wel een beetje kenner van onze Vlaamse geschiedenis. Zijn er dingen die. Het uh, verhaal van Vlaanderen of in de kanon die je toch nog verbaasd hebben? Oh, met het verhaal van Vlaanderen heb ik veel, veel dingen geleerd. En, ja. en de kanon, allee, het verhaal van Vlaanderen, dat wij ooit een Romeinse keizer vanuit ja. West-Vlaanderen, ik wist dat niet. Dus dat ja. is, zijn toch van die dingen. Dus ook, men moet dat, ey, dus de Vlamingen moeten dat ook weten. Niet dat dat wereldschokkend is, maar dat ik. Ja, dat is toch uh, goed om weten, denk ik. En uh, ja. ik ben blij dat we dat, uh, en dat, we dat hebben gezien. Het is ook plezierig ook plezierig. Het is... ja, dat was dat brengt aang... ons in een warm, warm geschiedenisnest. Het was ja. een aangename televisie. Het, ja. is, het boek is uh, ook ja, geen zwaar boek. Het zijn 60 vensters, dus je kan erdoor blaren. Ja. Je kan zeggen: dit wil ik nu eens lezen, daar wil ik nu eens lezen. Uh, dus dat is heel, heel toegankelijk. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het uh, in het onderwijs gaat gebruikt worden. We hebben dat mm -hmm. natuurlijk niet verplicht, maar nee. we het wel aangereikt aan het onderwijs. Uh, hetzelfde in, in het kader van inburgering van mm -hmm. uh, mensen die dan hier komen, die hier zich blijvend willen, willen mm -hmm. vestigen, zijn dat allemaal mooie dingen. En? Als hij onder de kerstboom de volgende, de volgende ja, ja. dagen, is dat ook denk ik... Ik heb er misschien soort... nog een paar te dos <laughs> <laughs> nog wat kerstshopping te doen. Ja. Uh, het, uh, met de Canon uh, van Vlaanderen zaten we in mei, in, in de maand mei was het ook het Nationale nva congres ja. um, Dat werd afgesloten uh, door voorzitter Bart de Wever met de uh, slagzin voor een welvarend Vlaanderen. Daarmee is de toon uh, gezet richting het verkiezingsjaar 2024... Ja, hoe staat het eigenlijk met die, met die Vlaamse uh, welvaart? Waar doen we het goed of waar zegt u van ja, ja hier liggen toch nog wel serieuze uitdagingen? Paar, ik denk met uh, de harde cijfers van de welvaart dat het wel, hm. dat het wel goed zit. Met de harde hm. cijfers bedoel ik dan de werkstelling. We zijn hm. uh, ja, echt nu heel dicht bij die 80% de werkstellingsgraad ja. die we als, doel, als doelstelling gesteld hebben. Werkloosheid is historisch laag. Investeringen in Vlaanderen uh, 2022 was een absoluut recordjaar. Uh, heel raar, heel vaak wijst men over uh, armoede. Natuurlijk, zo, zolang als er één iemand in Vlaanderen in armoede is, blijft ja. dat de taak van de overheid om daaraan te werken. Ja. Maar wij, hebben, uh, uh, allee, wij zijn. Uh, het risico op armoede is bij ons. Op, op één of twee landen na het laagste van, van heel Europa. De armoedecijfers zijn met 20% gedaald. Ja. Dus dat is. Eh, ik zeg het, er zijn nog arme mensen en dus blijft het op de politieke agenda staan. Ja. Maar we doen het daar ook eh, we doen het daar zeer goed, ook, ook toekomstgericht. Uh, investeren in onderzoek en ontwikkeling ja. ik zeg het altijd, onderzoek en ontwikkeling vandaag doen, dat ze de werkstelling van morgen Weerkeken, garanderen, ja. dat, is, uh, dat is nu eenmaal zo, we zijn daar uh, aan de kop van Europa 3,6% van ons bruto binnenlands product gaat naar onderzoek en ontwikkeling dat is echt, uh, ja, niet wereldtop maar Europese, Europese top dus als we naar de harde cijfers kijken dan ja. gaat het goed, ook in de zorgsector we hebben daar gigantische budgetten aan toegevoegd het was ook nodig, denk ja. ik uh, de kinderopvang, daar, daar was, was werk te doen, dus uh, daar zijn bijkomende budgetten naartoe gegaan. Uh, ik denk onderwijs, uh, ik denk dat Ben de meest ondankbare taak is van heel de Vlaamse regering, omdat het onderwijs, we zien keer na keer in die rankings allemaal dat we achteruit gaan. Dus dat is alarmcode rood. En minister van Onderwijs, als die zijn beleidsmaatregelen neemt, Eer dat effect heeft op ja, die dat rankings. Duurt centen, dat, duurt, dat duurt jaren. Uh -huh. en, en daar gaat zeker de legislatuur voorbij. Dus ik denk, ik ben ervan overtuigd. Alles wat we gedaan hebben rond onderwijs, kennis terug centraal zetten, de taaltesten, uh -huh. uh, vergelijkende proeven ook uh, uh -huh. in, tussen scholen. Dat zijn allemaal dingen die noodzakelijk zijn om die kwaliteit terug op te krikken. En, en Ben heeft dat allemaal gedaan. De resultaten in de rankings die gaan, die gaan wel volgen, daar ben ik uh -huh. van overtuigd. Maar natuurlijk pint men vandaag met de ranking van vandaag ja. uh, een beetje onrechtvaardig, vind ik. Maar ja. dus, onderwijs is, uh, is zeker en vast een bekommernis die, die, uh, en ja. dan die, die, die top blijft. En dan moeten we toch ook de dus ogen niet sluiten voor uh, de, uh, de, de situatie van onze industrie. Mm -hmm. Niet alleen de onze, in ja. heel West-Europa staat onder druk. Ja. Uh, door de energieprijzen, die hier zeer hoog zijn. In België dan nog eens bijzonder hoog, door slecht federaal beleid. Um, in Amerika de, de fiscale voordelen die ja, men ja, daar aan de ja. bedrijven geeft. Dus in, op, ook voor de industrie is er wel, wel een uitdaging ja. waar we al voor moeten zijn. Ja, um, dus aan die Vlaamse welvaart wordt goed gewerkt, maar er is nog werk natuurlijk. Um, als uh, u maakt zelf zo net een vergelijking met, met het federaal niveau. Uh, op 11 juli, gaan we een nieuwe datum erbij ja. pakken. 11 juli, onze, onze, feestdag, ja. onze feestdag en een hoogdag voor een minister-president. Een Hele drukke dag voor. Ja, minister. vooral een <laughs> drukke dag. U hebt daar. Weer maar eens, denk ik, nog eens gepleit voor een verdere regionalisering van de bevoegdheden. Wordt u het niet beu van altijd op datzelfde nageltje te blijven kloppen? Ja, je wordt daar niet beu totdat het ge eindelijk gerealiseerd ja. is. we moeten gewoon op die nagel blijven kloppen. Uh, soms vraagt men mij, uh, je hebt vijf jaar op federaal niveau mm -hmm. minister geweest, ja, dan nu op het Vlaams niveau, zijn uw inzichten over de staatshervorming en de roep om staatshervorming ja. zijn die niet veranderd? Ja. Uh, die zijn absoluut veranderd, ja. mijn inzichten, Namelijk, ik ben nog veel meer overtuigd. Ja. Hè? Men dacht, mm -hmm. ja, die gaat Belgisch. Die dus zal ja. misschien toch wel inzien dat het ja, ja. tegenovergestelde voilà, ja. is waar. Ik denk dat we echt, echt door moeten gaan mm. uh, in, die, in die overdracht van bevoegdheden. Zeker die dingen die gedeeld zitten, een stuk Vlaams, een stuk uh, federaal, dat werkt niet. Het uh, werkstellingsmarkt, de arbeidsmarkt, om dat maar te zeggen, in Wallonië is fundamenteel anders dan in Vlaanderen breng het alstublieft naar de deelgebieden. Gezondheidszorg juist van hetzelfde. Mm. Als fiscaal stelsel, wij deden een, een lastenverlaging voor de personenbelasting toen we Zweeds federaal zaten. En daarmee zaten we onmiddellijk de Vlaamse en de Waalse regering in hun, mm. in hun kas. Ja, dat kan ook de bedoeling niet zijn. Dus er zijn zoveel weeffouten die er echt uit moeten. En dat kan alleen maar door al die bevoegdheden naar het, uh, ja. naar het niveau van de deelstaten te, te brengen. Daar werkt het nog. Wij houden ons zaken op orde. Wij hm. kunnen dossiers beslechten. Wij moeten niet. Uh, in december al in campagne gaan ja. voor, voor een verkiezing van juni, omdat het me toch niks meer ge, ge, uh, ja. gerealiseerd krijgt. Dus ik uh, ben echt meer dan ooit vragende partij om zoveel mogelijk bevoegdheden op dat uh, ja. deelstaatelijk niveau te krijgen. Ja, een andere hoogdag voor een minister-president is een septemberverklaring. Ja, nu zijn er enkele partijen die dat zo belangrijk vinden dat ze zelfs dagen aan september bijbreien. Maar goed, dit jaar was het echt wel in uh, september. Uh, mij vielen twee zaken op, uh, de kinderopvang en de uitbreiding van de, de jobbonus. Ik ja. moet toch zeggen, ik heb vijf septemberverklaringen gedaan ja. en er is er één drie dagen later gebeurd. Ja. Het was dus gezegd, <laughs> eindelijk nog eens een septemberverklaring op tijd. Deze ja, ene mijn geweest... ouders waren ook altijd heel streng, die, het was die acht die, die opviel en niet die negen. Ja, ja, voilà, ja, ja, zo is dat. Hè. <laughs> um, ja, ik denk dat het een, 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 een goede september een goede septemberverklaring. Dat is één zaak, maar ook het budget dat erachter ja. zit en de keuzes die we gemaakt hebben, dat die, dat die goed zaten. Kijk, in de kinderopvang moest echt iets gebeuren. Dat is een sector in crisis en die is zo belangrijk. Als we zeggen, we willen zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen, dan moet je ook zien dat die mensen hun kinderen op een persoonlijke uh, ja. manier kunnen uitbesteden. In een crash brengen ja. of bij onthaalouders brengen, ja. waar die op een goede manier uh, begeleid worden. En dan kunnen die mensen met een gerust hart gaan gaan werken. En daarmee hebben we ook eh, niet alleen geld bijgestoken in die sector, maar ook gezegd de voorrang voor de plaatsen, want er zullen ook nu nog wel plaatsen tekort zijn, maar de voorrang ja. moet gaan naar mensen die werken. Dat, is, ja. eh, dat was voor ons een heel, een heel belangrijk punt, dat zit ook in het akkoord. En dan de jobbonus, ja, dat is zo'n tweede belangrijk ja. punt voor ons. We hebben gezegd werken moet lonen. Het ja. Kan niet dat mensen door thuis te blijven eigenlijk netto aan het einde van de maand meer overhouden dan wanneer ze gaan werken. Wanneer ze zich moeten verplaatsen, wanneer ja. ze kinderen naar de crash ja. moeten steken en zo. Die kosten moet je allemaal meetellen. Dat kan niet dat mensen ja. dan als ze gaan werken minder overhouden dan wanneer ze thuis blijven. En vandaar dat we die laagste lonen toch met uh, 600 euro op jaarbasis verhoogd hebben. Dus dan echt dat die spanning ja. tussen werken en niet werken dat die uh, groter wordt. En, uh, ja, dat, dat mag in de toekomst nog groeien. Misschien eerder door fiscale maatregelen, dan zo door de jobbonussen. Maar het werken moet lonend zijn in alle omstandigheden. Ja, het zijn twee uh, initiatieven die behoorlijk wat uh, inspanningen uh, ja. vragen. Ja. Uh, die, maar toch blijven die, die, die forse inspanningen, die wegen niet echt op de, de begroting, want die zit op, op orde richting ja. 2027. Hè? Ja, die wegen dat is een van de speerpunten van het programma. Ja, ja. Hè? Begroting in balans. Ja. Ja, die wegen natuurlijk wel op de begroting, mm -hmm. maar we hebben daar maatregelen tegenover ja. gezet om, om dan die meeruitgaven te neutraliseren. En inderdaad, Vlaanderen heeft een begroting die, uh, ja, wat ook door iedereen toegegeven wordt, door het, door het rekenhof, door de ratingbureaus en zo die zeggen, dat is een begroting die is structureel in orde. Af en toe moet je wel, omwille van corona, omwille van de energiecrisis, een, een eenmalige meeruitgave doen, maar structureel zit die begroting in evenwicht. En we hebben nu al uh, drie jaar aan een stuk een projectie dat we in 27... We vieren nu nieuw jaar na 24, ja. dus het komt heel dichtbij dat we uh, in 27 die begroting uh, helemaal in, in, in evenwicht hebben. Dat is, ja, je moet u altijd met goede, met goede voorbeelden mm. vergelijken. Binnen België is dat ja. kan je daar niks van terugvinden, maar zelfs op het Europees niveau zijn er weinig landen die dat, uh, die ja. dat presteren. Dus dat is van Matthias van Matthias Diependalen absoluut een strenge minister van begroting, maar de resultaten ja. zijn er ook naar. Streng maar rechtvaardig. Streng ja. maar rechtvaardig, absoluut. Ja. Ja. Ik neem je ook mee naar 14 november. Uh, in, de, in de schoot van de Vlaamse regering werd dan een nieuw stikstofakkoord uh, bereikt. Op het decreet is het nog even wachten door de Vertragingsmanoeuvres, ja. mag ik wel zeggen, van de eh, oppositie. De oppositie ja. uh, maar toch, dat akkoord zelf is eigenlijk wel een, een, een mijlpaal. Hè. Daarmee ja. kan je ook zeggen dat het regeerakkoord eigenlijk helemaal is. Ja, ik weet niet of je stikstof kan linken aan het regeerakkoord, want het is zeer eigenaardig. Stikstof is zo wat het dossier dat de Vlaamse regering ja. uh, overschaduwd heeft, gedurende ja. bijna heel de legislatuur. Ja. Maar je zal het woord stikstof niet terugvinden in het regeerakkoord. Ja. Uh -huh. Het is pas, ik uh, denk in 2021, dat er een arrest is geweest dat, uh, omwille van stikstof, ja. een, uh, een, een bouwtoelating of een omgevingsvergunning ja. Ja. Heeft, uh, heeft kaduk gemaakt, ja. dat we met stikstof aan, aan de slag zijn moeten gaan. Dat hadden ja. we niet zien aankomen ja. in het begin van de legislatuur. En dan inderdaad, en daar moet ik echt uh, zeggen, de, de volhardheid waar Zawal Demir ja. uh, dat dossier ter hand gepakt heeft, uh, uh, ja, Eindeloos geduld van haar en haar medewerkers om elke keer opnieuw, ja. vooral met CDV, die discussie tot in de detail te voeren. En dan inderdaad fantastisch dat we een akkoord hebben kunnen maken met de drie regeringspartijen, want dat was natuurlijk de uitdaging. We hebben op een bepaald moment een decreet neergelegd in het parlement omdat het snel moest gaan, uh -huh. omwille van grote investeringsprojecten in Vlaanderen die uh -huh. dreigden de kapsijzen, hebben gezegd, ja, nu moeten we zo snel mogelijk, ja. we leggen het al in het parlement neer, dan krijgen we adviesraad van staten en we hebben daarna die regering, die meerderheid, terug kunnen solderen, hangt ja. terug aan één. Uh, er is een algeheel akkoord en ja goed, uh, de, het parlement heeft gevraagd voor toch nog eens een adviesraad van staten, dat maakt dat we in principe 24 januari kunnen stemmen. Ja. En ook daarmee zijn we het eerste Land die dus Nederland heeft een stikstofprobleem, noorden van Frankrijk, Duitsland nu ook ja. meer en meer. En er zullen nog wel wat landen volgen. Wallonië begint ook het stikstofprobleem op te duiken. Wij zullen de eerste zijn die een wettelijk kader heeft om die stikstofdoelstellingen uh, die Europa opgelegd heeft, mm -hmm. om die te halen. Ja, u, u haalde het zelf al aan, uh, het heeft wat overschaduwd, het is niet altijd gemakkelijk geweest. Nee. Nu U <laughs> hebt voor u in de actieve politiek stapte, een hele carrière in het bedrijfsleven ja. gemaakt. Zijn er dingen van toen die u eigenlijk ja, mee hebt genomen in, in, in uw ja, rol als minister-president? Bent u eigenlijk soms ook een manager-president? Ik denk dat wel. Uh, dat is denk ik wat je mee kan nemen van het bedrijfsleven. Als je in een uitvoerende functie zit, mm -hmm. burgemeester, schepen, ja. uh, minister, uh, uh, minister-president, dan kan je wel veel van die managementvaardigheden die je in het bedrijfsleven mm -hmm. uh, leert meenemen. Ik denk als je in het parlement gaat zitten of in een gemeenteraad, ja, mm -hmm. dat, is een andere, dat is een andere dynamiek. Daar ja. kun je in het bedrijfsleven niet ja. zoveel uh, van gaan halen. Maar inderdaad, als. als, uh, als um, als in een uitvoerend mandaat kan je die managementtechnieken wel, wel meenemen. En ik heb heel wat managementervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Ja. En dus, ja, dat wordt ook dikwijls gezegd dat ik er wel op een zakelijke manier die zaken leid. Sommige. Bedoelen dat verwijtend, ja. maar anders denk ik wel dat dit de manier is om tot resultaten ja. te komen. Ja, je ja, zou het ook een geuzenaam kunnen noemen. Ja, je zou het ook een geuzenaam kunnen noemen. Ik zei het al in de, in de inleiding: u bent van opleiding informaticus. Hè. U werkt onder andere voor, voor IBM, denk ik. Ja, hè. Vast, vast. Um, Daarom wil ik er nog één datum bijhalen: 5 december, niet omwille van de Sint, maar toen bent u naar uh, de Verenigde ja. Staten gegaan, ja. uh, samen met onder andere minister-president Mark, Mark Rutte. Uh, deed dat bezoek het informaticus hard sneller kloppen, je hebt daar toch ja. mooie dingen gezien, hè? Ja, 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 en, en we doen ook in Vlaanderen mooie dingen als het over gaat over technologie ja. en over innovatie. En dus het was inderdaad fantastisch om met, uh, met Nederland, ja. met Mark Rutte, ja. naar die westkust van Amerika te gaan. Uh, westkust, dan spreken over San Francisco, ja. uh, uh, Silicon Valley, ja. MIT en, en, en weet ik allemaal wat. Um, ja, dat was fantastisch. Om, we hebben bijvoorbeeld in Purdue University, dat is in, uh, dat is in Indian, Indianapolis, hm. daar zegt de rector, die een, die een uh, technische ja, achtergrond, eh, achtergrond. achtergrond heeft, die zegt op een bepaald moment: als ik over semiconductoren, over chips spreek, hm. dan komt voor mij Amerika, Japan, Vlaanderen. Ja, dat is natuurlijk, dan, dan, als minister-president krult dat ja? in je neus. En dat heeft allemaal met IMEC te maken, een kennisinstelling die te gevolge van de eerste golf van Flanders Technology eigenlijk ja? ontstaan is. Een kennisinstelling uh, ja, die echt wereldtop is, die ook zo erkend wordt, die door Europa nu in de European Chip Act uh, als de kennis, het uh, research- en, en, en onderzoeksmedium uh, is in heel Europa voor die chip. Ja. Uh, thematiek in Europa uh, gestalte te geven, ja dat is IMEC. In Amerika kijken ze naar IMEC en, en zeggen ze moeten we dat niet kopiëren IMEC? En dat was onze boodschap, de missie eigenlijk, de, van daar daar te gaan naar de grote universiteit en zeggen eerder dan kopiëren, want dan gaan we alle twee uh, Twee uh, ja. gemiddelden maken. Ja, ja, kunnen we beter de handen in elkaar slaan? Ja. Samenwerken met die grote universiteiten. We zijn in Stanford geweest, we zijn in Berkeley geweest. Ja. Uh, um, Purdue heb ik al gezegd, Massachusetts. Die staan allemaal open. De rode loper ligt daaruit om met IMEC samen te werken. Om die, uh, dat onderzoek doen, en dan blijft dat in, in, in Vlaamse handen, ja. weliswaar met partnerschappen over heel de wereld, want ik heb nu over Amerika gesproken, maar hetzelfde geldt voor Japan, hetzelfde geldt voor Taiwan, over heel de wereld zijn partnerschappen, en dat is de manier om te gaan, dan blijven wij echt uh, ja, top in, in, in die ja. technologie. Ja, je hebt begroting in balans is een speerpunt, maar investeer innovatie natuurlijk ook, ja, dat hebt u daar duidelijk uh, gezien. Ja. Uh, je had het al aan, Vlaanders technology en innovation... Uh, ja, dat is in mei op, op de op de rails uh, gezet. Nu is het terug in het nieuws. Ja. Is dat uw, uw, uh, mag het uw baby? Noemen? Ja, ja absoluut. Ik, uh, ik, uh, ik vond dat belangrijk was dat wij. Kijk, ik vind dat veel Vlamingen een geloof in de toekomst zo wat verloren Van, Van uh, mm. oh, gaat de toekomst voor mijn kinderen nog wel zo goed zijn als het voor mij geweest is en zo. En als ik dan. Dus dat is één vaststelling aan de ene kant. En als ik dan, dan aan de andere kant zie wat wij op technologisch vlak allemaal te bieden hebben. Wat, ja. met, met wat bedrijven bij ons bezig zijn. En, en, en IMEC heb ik genoemd. Men kan in de biotechnologie, VUB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. We kunnen Vito noemen. Als we het over uh, ja uh, milieutechnologie en zo hebben dus we hebben zoveel kennis in huis zoveel bedrijven die echt top zijn ja dan zeg ik wij moeten geen schrik hebben voor de toekomst we moeten onze schouders onder dat ding zetten en dat is vlaanders technology en innovation enerzijds om aan de vlaming te zeggen kijk eens wat hier ja. allemaal gebeurt in vlaanderen zet daarmee je schouders om ja, zijn daardoor... een nieuw verhaal van vlaanderen dat is een nieuw verhaal van vlaanderen laat u daardoor inspireren uh, en aan de andere kant aan de wereld ook laten zien, kijk, we, zijn, we zeggen niet alleen, we zijn top-innovatief. Je kunt het niet alleen uit de cijfers afleiden, omdat we zoveel in uh, research en ontwikkeling steken, maar er zijn ook resultaten. Er zijn, ik ga één voorbeeldje geven, omdat dat mij zo tot de verbeelding spreekt. En eigenlijk zou iedereen dat moeten weten. Uh, in Weinigem, dicht bij Antwerpen, zit een bedrijf, geen groot bedrijf, maar nou dat een dertigtal mensen werken. Die maken... Heel innovatief, de snaren van de tennisraketten, waar zeven van de top tien spelers, dus wereld top tien, zeven van die tien spelers spelen met snaren gemaakt in, door een Vlaams bedrijf. Okay. En die vragen ook expliciet: ik moet die snaren hebben. Meer dan de helft van de top 100. Maar ja, dat is toch van, een fantastisch verhaal ja. gebeurt in Vlaanderen vandaag. Ja, ja, dat is letterlijk een love game. Hè? Dat is echt ja, een love game. Ja, zo, uh, ja, ik denk dat we 2023 hier, uh, Ivan de Vader zou zeggen, netjes hebben neergelegd. Uh, wat mag ik jou wensen voor 2024? Ja, ik, ik denk de vraag stellen is te beantwoorden. Ja. We hebben in 2024 twee belangrijke verkiezingen. Mm. Voor de boeg eerst en wel de, de nationale verkiezingen ja. en dan de lokale verkiezingen. Um mijn wens is dat wij zeker in de nationale verkiezingen terug als grootste partij uit, door de kiezer aangeduid worden. Ik denk dat dat de inzet van de verkiezingen is. Ik denk dat Vlaanderen dat ook nodig heeft. Een sterke centrumrechtse partij die het voortouw kan nemen om die welvaart en dat welzijn in Vlaanderen niet alleen te behouden, maar ook nog verder te doen groeien. Dat kan maar één partij. Dat kan maar één partij doen en dat zijn wij. En dat is volgens mij de inzet van de verkiezingen. En als we dat kunnen realiseren, dan komen toch uh, heel grote wensen bij mij uit. Oké, okay, uh, ja, dan rest mij eigenlijk alleen maar jou te bedanken om naar hier te zijn gekomen, maar vooral wens ik jou en jouw familie en iedereen om je heen een vrolijk kerstfeest. Ik wens jou ook een gezond en welvarend 2024 toe. En dat wens ik ook aan u beste kijker op naar een fantastisch 2024 en naar een volgende Studio Vlaanderen.